ontwikkelingen op het gebied van werk überhaupt? Wat voor werk hebben we over 20 jaar? Hebben we nog werk over 20 jaar? En hoe vullen we dat eigenlijk in? Dat is één grote vraag eigenlijk. En deze thematiek, flex en zeker, speelt daar een hele belangrijke rol in. Ik denk dat er vier hele grote ontwikkelingen gaande zijn die van belang zijn rondom alles over mens en werk. En dat gaat veel verder dan alleen de arbeidsmarkt en mens en werk. Maar die vier zijn bepalend voor wat er eigenlijk gebeurt. In de eerste plaats is dat demografie. Vervolgens is dat technologie. Dan iets wat met globalisering te maken heeft. En alles wat met duurzaamheid en carbon footprint te maken zou hebben. De trend naar flex die is al veel eerder ingezet dan dat de crisis er was. Dus het is niet zo dat de crisis heeft gezorgd voordat er heel veel flex ontstond. Die tendens was al gaande, heeft hooguit er nog een extra setje aangegeven. We hebben het over gedwongen zelfstandigen. Ja, maar het is van alle zzp'ers is dat. Van welke definitie je hanteert, 10% misschien. Ja, hoeveel gedwongen niet zelfstandigen hebben we eigenlijk in organisaties rondlopen. Dus je ziet wat daar het commitment is, in het percentage schik je natuurlijk ook nog eens. Nou, we hebben gezegd, waarom eigenlijk? Het hoeft helemaal niet. Als we nou een nationaal werkgeversakkoord sluiten en iedereen investeert ook gewoon in flex, wat is dan het probleem? Want die flex komt ook weer in dienst bij iemand anders die ook geïnvesteerd heeft. Dus dan genieten we toch met z'n allen van. We hebben het gehad over een leven lang leren. We hadden het daarover en we zagen met de toenemende automatisering wat er kant voor wordt gezegd. En vaste contracten die ook altijd niet meer zo vast zijn als ze lijken, is scholing heel belangrijk. Want dat versterkt juist jouw positie op die arbeidsmarkt. Dus een leven lang leren is jouw wapen tegen werkloosheid.